de maand mei met als thema Macht vanaf het internet, deel en heers. Het is moeilijk voor te stellen hoeveel het internet de afgelopen 10 jaar heeft veranderd en ook hoeveel het internet zelf de afgelopen 10 jaar is veranderd. Ik herinner me nog hoe ik in de eerste van de middelbare school dat er een meisje op me afkwam en dat zei, ken je YouTube? En ik zei, ja, die band uit Ierland met van die hits Sunday Bloody Sunday, City of Blinding Lights. Ze bedoelt natuurlijk iets heel anders. Inmiddels is die kleine website waar je zelf leuke filmpjes op kon zetten opgeslokt in het enorme Google conglomeraat. En we zijn helemaal gewend om alles via apps op onze telefoon te doen. Filmpjes kijken, reisinformatie, hardloopschema's, boeken van de overnachting, boeken van de taxi. Over de gevolgen daarvan gaat deze beta break. Hoe word je zelf een miljonair of zelfs miljardair met je online start-up? Wat zijn de gevolgen van een app als Uber of Airbnb op een stad als Amsterdam? In de NRC van een week geleden stond een artikel met de titel Facebook is geen gewoon bedrijf, maar een politiek instrument. Daarin betoogde Laurens Landeweert dat het naïef is om te denken dat bedrijven en personen nog een vrije keuze hebben om Facebook te gebruiken. En dat de censuur die we de afgelopen weken bijvoorbeeld van de blote borsten op Facebook hebben gezien, zowel degelijk censuur is waar we ons druk over moeten maken, omdat Facebook inmiddels een monopolie heeft. We gaan het dus ook hebben over die rol, die monopolierol van dit soort enorme bedrijven. Je kunt nou helemaal niet meer zeggen, dan kies je gewoon een ander medium, dan gebruik ik wel een andere zoekmachine, et cetera. Wil ik beginnen met het introduceren van onze 3 gasten. Hartelijk welkom. Yvonne Zonderop. Ja. Jij bent journalist voor onder meer De Groene Amsterdammer. En je schreef onder andere over het monopolie van Google. Kun je jezelf nog een leven zonder Facebook en Google voorstellen? Nou, zonder Facebook ikzelf nog wel. Maar dan weet ik dat ik een minderheid ben. Google eigenlijk niet meer. Nee, is ondenkbaar voor mij. Ja. Je gebruikt het voor? Ik gebruik het voor van alles en nog wat. En ben me er wel van bewust dat de eerste zoekresultaten van Google vaak niet datgene zijn wat ik zoek. Dus ik neem nog wel extra moeite om ook door te scrollen naar de 4e, 5e pagina. Te kijken wat ze dan brengen. Want dat vind ik wel, het is geweldig dat Google er is. Maar ze maken ook wel voor jou alvast een keuze. Waardoor je eigenlijk steeds smaller gaat kijken naar wat je denkt dat je wilt weten. En daar probeer ik me wel van bewust te zijn. En onze volgende gast is Timothy Prescott, wel bekend met data-analyse. Hij hielp onder meer Obama met de digitale technologie om zijn campagne te ondersteunen. Zou je misschien kunnen toelichten wat er allemaal bij kwam kijken, de Obama-campagne? Ja, dankjewel. Wat voor de Obama-campagne een grote vraag was, is dat wij hadden een budget van een miljard dollar. En we hadden 2,2 miljoen vrijwilligers, dus mensen die op vrijwillige basis voor de Obama-campagne wilden werken. En voor ons was de vraag, hoe kunnen we die nou maximaal inzetten om de winkans van de president te maximaliseren? En dat deden we op basis van big data. Oké, en dan onze laatste gast is Louis Kok, voorlichter voor GroenLinks Amsterdam. GroenLinks Amsterdam is recentelijk begonnen met Airbnb. Zou je misschien kort kunnen uitleggen wat dat is en waarom GroenLinks Amsterdam met dit initiatief is gekomen? Dat kan ik. Iedereen kent natuurlijk wel Airbnb. En er is de laatste tijd veel berichtgeving over wat voor impact Airbnb op Amsterdam heeft. En dat is vaak, komt het ook negatief in het nieuws, dat er in Amsterdam te druk wordt, dat huizenprijzen daardoor worden opgedreven, dat mensen eigenlijk niet meer in Amsterdam kunnen wonen voor een normale prijs, omdat er steeds meer voor Airbnb wordt. Nou zijn er wel regels in Amsterdam, maar die worden eigenlijk door de mensen die hun huis verhuren via Airbnb, worden die nauwelijks nageleefd. En met Airbnb willen we aan Amsterdammers vragen om input te leveren, hoe kunnen we vakantieverhuur in Amsterdam op een goede manier doen? En hoe kan iedereen in Amsterdam daarvan mee profiteren, behalve de mensen die misschien 2 of 3 huizen al hebben en die het hele jaar door verhuren? We willen dat vakantieverhuur in Amsterdam niet ten koste gaat van de Amsterdammers die hier wonen. Dus daarom hebben we Airbnb gelanceerd en daar kan iedereen zijn input en ideeën op kwijt. En heb je zelf misschien een idee hoe we de vakantieverhuur van Amsterdam zouden moeten doen, anders dan met Airbnb? Airbnb als platform aan zich
is geen probleem. Het enige wat Airbnb heel erg doet, is mensen stimuleren zoveel mogelijk hun huis te verhuren. En zoveel mogelijk geld daarvoor te vragen. Dat merk je ook als je bij bijeenkomsten met Airbnb komt. Dan hoor je de hele tijd, hoe kan je het best je huis verhuren en hoe kan je het meest geld ervoor vangen. En wat in Amsterdam goed zou zijn, is bijvoorbeeld een meldplicht voor mensen die een huis verhuren. En het maximum aantal dagen waarbij je je huis mag verhuren, terug te dringen. Zodat mensen echt alleen als ze op vakantie gaan, dat ze dan ook hun huis verhuren. En niet het hele jaar door. Oké, nou, zoals jullie horen, drie interessante gasten. Nu zijn wij niet de enige twee die hun het aankomende uur de oren van het hoofd gaan vragen. Dat zijn ook jullie. Mocht je zelf met een brandende vraag zitten, kom naar voren, meld je bij ons en dan kan je je vraag zelf aan de gasten stellen. Goed. Beginnen we eigenlijk even met het eerste punt. Voor iedereen interessant, hoe word je miljardair op het internet? Ik wil even een soort van overzicht krijgen van wat de overeenkomsten zijn tussen de bedrijven die nu zo snel groot zijn geworden. Om met deze vraag te beginnen. Timothy, waaraan is dat succes te danken? Ik denk dat als je kijkt naar Amazon en Netflix en Facebook en Google, dan hebben die allemaal één ding gemeen. En dat is schaalvoordeel. Dus at this point in time is het eigenlijk niet echt mogelijk om een concurrent te worden van Facebook. Want die hebben zoveel schaalvoordeel. Dat ik denk dat als ik miljardair zou willen worden, dan zou ik proberen om schaalvoordeel te realiseren. Ja, dus iets, je kunt niet meer daarnaast. Je moet hier iets nieuws verzinnen. Wil je hierop reageren? Ja, ik wil erop aanvullen wat je ziet. De voorbeeld die jij noemde, Uberpop of Uber en Airbnb. Daar zie je heel erg dat dingen die voorheen gratis waren, wat je normaal deelt met mensen van, kom eens bij mij slapen, zoals couchsurfing. Dat heb ik regelmatig gedaan. Dat vind ik hartstikke leuk en hartstikke gezellig. Dus je leert die mensen kennen. En wat je ziet bij Airbnb of bij Uber, dat je gratis met iemand mee kan rijden, gewoon een lift, dat daar nu geld voor gevraagd wordt. En die mensen die worden ook hartstikke rijk door een dienst wat voorheen eigenlijk gratis was, of wat je met elkaar zou delen, daar ga je nu ineens geld voor vragen. Dus naast de schaalvergroting is denk ik dat ook wel een, als je geld wil verdienen, kan je dat ook doen. Ja, oké, maar ik denk dat de nuance is denk ik wel dat, hoeveel mensen ken jij versus hoeveel mensen ken je via de Uber-app? Dat is inderdaad schaalvergroting, ja. Dus het brengt veel meer mensen bij elkaar en ik denk dat dat het het grote voordeel was. Ik bedoel, met schaalvergroting bedoel ik ook van, er zitten zoveel mensen op het platform, dat je daardoor eigenlijk ook geen concurrentie hebt en dus kan je ook de prijs vragen die je zelf wil vragen. En als je miljardair wil worden, dan is dat een goeie. Ja, en dan ga je er nog vanuit dat je dan in het Westen miljardair kan worden, miljonair wil worden. Maar er zijn natuurlijk wel concurrenten van Google en van Facebook. Maar die zijn in China of in Rusland. Die zijn in grote andere landen, in landen die zich ook daadwerkelijk ten doel hebben gesteld om zich niet afhankelijk te laten worden van Google of van Facebook. En daar zie je dus ook dat daar bedrijven zijn ontstaan als Baidu en Yandex. En dat wel degelijk dat soort landen een alternatief kunnen bieden en hebben kunnen bieden voor Facebook of Google. Maar in een gebied als Europa, of je ziet nu ook het grote gevecht rondom de belangen in India, dus die ook niet echt nog eenzelfde belangrijke positie heeft, daar zie je eigenlijk dat wij als Europees continent maar een beetje volgen op wat de grote Amerikanen doen, omdat wij niet in staat zijn gebleken tot nu toe een eigen groot bedrijf op te bouwen zoals dat in Rusland of China wel gedaan hebben. En nu hoor ik jullie eigenlijk geen van alle drie zeggen dat we IT-talent nodig hebben om een succesvolle app of internetbedrijf op te richten. Misschien een teleurstelling voor de zaal. Is dat echt niet nodig of komt het op geluk aan? Economisch inzicht? Ik denk dat je eerst een idee nodig hebt en daarna ga je het uitvoeren. En dat is inderdaad sowieso met IT-talent, want anders heb je een ding wat uit elkaar valt van ellende. Dus graag zelfs. Ja, je hebt ook wel IT-talent nodig, maar wat je bijvoorbeeld ook nodig hebt en wat in ieder geval een aantal van de grote Amerikaanse bedrijven hebben gehad, is grote overheidsinvesteringen. Ik bedoel, er waren natuurlijk grote DARPA, het internet is uiteindelijk ontstaan uit grote investeringen in de defensieindustrie in de Verenigde Staten. En daar waren natuurlijk ook wetenschappers bij betrokken die gewoon in dienst waren van de overheid of werkten voor de overheid. En dus je hebt heel veel wetenschappelijk talent nodig, je hebt IT-kennis nodig, maar je hebt ook een overheid nodig, een nodig gehad in elk geval, die een soort basis
schiep. En ook nu nog weer basis stond van de week in de New York Times een verhaal over hoe nu ook het bedrijfsleven weer betrokken is bij het ontwerpen van drones en artificial intelligence voor de Amerikaanse leger. En daar zie je heel duidelijk een link tussen bedrijfsleven en overheid. Het wordt heel vaak over het hoofd gezien. En wordt de overheid genoemd? Zou ik in Nederland een start-up kunnen beginnen? Of is het overheidsklimaat hier dan ongeschikt? Je kan prima in Nederland een start-up beginnen, inderdaad. De overheid werkt je niet tegen daarin. Nee. De overheid zie je wel vaak inderdaad, zoals je zegt, bij het internet, bij satellieten. Al die technologie en de randvoorwaarden worden door de overheid geschapen. En daarnaast kunnen dan de ideeën uit de samenleving, die kunnen ontwikkeld worden om een app te maken of een idee uit te voeren. Maar de randvoorwaarden, dat zie je eigenlijk altijd, worden door de overheid geschapen. Hier, ik heb me laten vertellen dat hier in de VIA-kamer, ik weet niet of daar ervaringsdeskundigen in de zaal zitten, nogal vaak mensen langslopen die zeggen van, hey, ik heb een leuk idee. Ik heb alleen even 2 mensen nodig die het voor me kunnen programmeren. Is het vaak zo simpel om zoiets als Twitter in elkaar te zetten? Timothy bijvoorbeeld? Nou, ik denk niet dat. Een paar dingen. Eén is, ik denk dat als je een technische studie nu doet, dan gefeliciteerd, want de wereld wordt steeds technischer. Dus dan ben je ideaal gepositioneerd om succesvol te kunnen zijn over je carrière. Dus dat is goed. Ik denk alleen niet dat het verschil tussen ben je nou Twitter of ben je nou een app die niemand kent, zit er niet in het IT-stuk of in het programmeren. Dat zit in, kun je het voor elkaar krijgen dat mensen jouw app gaan gebruiken. En natuurlijk moet IT goed geregeld zijn zodat het werkt. Maar er zijn heel veel apps die werken die niet succesvol zijn. En ik denk dat dat het moeilijkere is. Hè. Hoe krijg je nou dat mensen die zo verschrikkelijk veel apps aangeboden krijgen, die jou kiezen. En het verschil tussen succes en failure zit dan denk ik niet in de kwaliteit van de techniek. Okay. Een algemenere vraag. Welke apps vinden jullie interessant vanwege hun innovatie? En welke apps is er juist meer dat het meer een soort gimmick is? Geen multiple choice helaas. Nou, ik vind de Uber-app echt briljant. Full disclosure, dus ik woon hiervoor in Chicago, waar ik de Uber-app ook veel gebruik, want daar was Uber gewoon legaal. En het is gewoon zoveel beter dan een taxi bellen. Je kan swipe en je hebt een Uber besteld. Je ziet ook de Uber naar je toe rijden op de kaart. Dus je weet precies wanneer je naar beneden moet om de straat op te gaan. Wat in de winter in Chicago bijzonder prettig is. Als je niet langer dan nodig buiten hoeft te zijn. Dus dan dacht ik, wel een redelijk briljant stuk techniek om het allemaal aan elkaar te koppelen. Ik vond het wel heel knap. Ja. Nou, ik gebruik het zelf niet, maar Tinder schijnt nogal goed te zijn. Ik weet niet wat jullie in de zaal daarvan vinden, van Tinder. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Misschien is de Better Break in ieder geval een goed moment om via Happen wat mensen tegen het lijf te lopen. Maar. Ja, Timothy, jij zei net dat het succes niet per se afhangt van de techniek die erachter zit. Maar juist zo'n app als Uber is een succes geworden omdat ze goede wiskundigen hebben gevonden die schaalvergroting werkelijkheid kunnen maken. Dus ja, zonder die techniek erachter was Uber niet zo gaaf geweest als jij net beschrijft. Nee, klopt. Mee eens. Maar ik denk dat het verschil tussen een goede app hebben en dat iedereen jouw app gebruikt, zit hem niet in de wiskunde of het algoritme. Dus het is, zeg maar, het algoritme zorgt ervoor dat je een app hebt die werkt. Maar ik denk dat er heel veel apps zijn die wiskundig, technisch gezien goed in elkaar zitten, maar nergens komen, omdat de grote vraag is, oké, hoe krijg ik nou dat mensen mijn app ook gaan gebruiken? En zou je dat ook over datzelfde ook over Google kunnen zeggen? Hoe bedoel je die? Nou, is dit uniek aan Uber of is dit een overeenkomst tussen succesvolle internetbedrijven?
Het punt is niet uniek voor Uber. Dus ik denk dat... dat zie je bijvoorbeeld ook in mijn vak en in het data science stuk. Is dat als je kijkt naar bedrijven willen allemaal meer data gebruiken. Maar wat ze niet echt tegenhoudt, is de wiskunde of de algoritmes. Die zijn heel lastig. Dat is veel werk om dat voor elkaar te krijgen om die goed te kunnen gebruiken. Maar het echt moeilijke is dat je mensen overtuigt om de resultaten van de algoritmes te gebruiken. Dus dat is ook hier weer. Het verschil zit niet in de wiskunde. Het verschil zit hem in, kun je mensen zover krijgen om de resultaten van je algoritmes daarin te vertrouwen en het dus ook te gebruiken? Nou ja, ik denk dat ik iets wil zeggen wat misschien Arnold Smulders nog wel veel beter kan uitleggen dan ikzelf. Dat het is natuurlijk wel degelijk begonnen bij Google met wiskundige kennis, algoritmische kennis, met de goede zoekmachine. Hele duidelijke technische wiskundige kennis. En die jongens waren wel gewoon hartstikke briljant. Echt briljant om dit zo te ontwikkelen. En je hebt natuurlijk wel gelijk als je zegt dat er op een gegeven moment ook heel veel marketingkennis bij komt kijken. En de goede marketing. En ook misschien de rücksichtloosheid waarmee sommige bedrijven zich in de markt hebben geplaatst. Nou, Uber is daar natuurlijk een voorbeeld van. Waardoor ze ook de aandacht krijgen en waardoor ze ook het gebruik krijgen. Maar het is natuurlijk voor een aantal grote technologiebedrijven wel degelijk begonnen met een enorme technische, wiskundige kennis en een enorm talent. Dat moeten we niet onder stoel of banken steken. En dat talent blijft ook nodig. En als het nu gaat, nu we gaan in de dataontwikkeling, maar ook in de ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie. Daar hebben we natuurlijk heel erg veel wiskundige en informatica kennis voor nodig om dat het beste voor elkaar te krijgen. Dus anders zou het alleen maar een marketingtrucje zijn. Ik denk niet dat dat reëel is. Toch, Arnold? Nou, ik denk dat de discussie heel goed is. En ik denk dat je dus een soort tweedeling kan zien tussen de Google-route. Dat is high-tech solution. En die gingen bijna failliet. Totdat ze ook een businessmodel ontwikkelden. Die auction van die kliks, zeg maar. Hè. En de low-tech route, zoals Amazon. Dat had iedereen kunnen verzinnen, maar niemand zag het. En als je daar niet een druppeltje high-tech in stopt, dan gaat het alsnog totaal verloren. Want dan kan iedereen het namaken. En deze route, hè, dus als je maar een extreme oplossing hebt, of extreem technisch beginnen en dan goede handels, of eerst handel en dan een druppel techniek, die bepaalt het grote succes nu. Ik moet een vraag formuleren. Nou, we hebben nog een vraag voor u, even een verhelderende vraag kort. Auction van de kliks, zou u dat even in een kernzin kunnen uitleggen voor het publiek? Nou, dus het gaat erom, waar komt het verdienmodel van Google vandaan? Dat hadden ze eerst niet. Ze hadden gewoon een hele goede zoekmachine. En ze gingen bijna failliet. En toen hebben ze op een gegeven moment verzonnen, als wij nou die gebruikspatronen ook verkopen, dan bieden we dat aan de hoogste bieder. Dus voor sommige omstandigheden, als je op zoek bent naar, Japanse prenten om te kopen, dan kan een klik voor een bedrijf best een euro waard zijn. Want dan investeer je 1 euro om een order te krijgen van 1000 euro. En op andere momenten is een klik die jij geeft bijna niks waard. En dus op die manier is dus het advertentieaanbod wordt heel erg toegespitst. Er is geen enkel ander medium wat het zo kan toespitsen op een hele bepaalde doelgroep. En dat was een grote uitvinding en daar was Google de eerste in. En die hadden ook meteen een enorme voorsprong daarmee. Ja, reageer alsjeblieft. Oké, maar hier is even de challenge. Hè. Is van maar stel je nou eens voor dat wij morgen een beter zoekalgoritme bedenken dan wat Google nu heeft. Dus dan is de wiskunde dus, hè, dat we hebben dus iets beters. Weet u dan echt zeker dat we dan ook over een jaar groter zijn dan Google? Dus ik weet denk ik bijna zeker van niet, maar... I guess that's the point. Yeah. Er is nog één vraag uit het publiek. Ik heb een vraag. Wat is het verschil in ondernemingsklimaat tussen Amsterdam en Silicon Valley? Waarom zijn bedrijven daar zoveel succesvoller? Kijk even naar onze Amerika-deskundige. Ja, dit is een goede vraag, dankjewel. Lastig ook. Ik denk dat het begint denk ik bij een stukje cultuur. Wat ik meegenomen heb vanuit mijn ervaring van het wonen en werken in de Verenigde Staten is dat de slogan van Nike is van just do it.
Dat vind ik eigenlijk wel een beetje de Amerika-slogan. Dus mensen hebben echt, iedereen heeft dat echt in zich. Nou, niet iedereen, maar dat zit wel echt in die cultuur van, als je een cool idee hebt, ga er gewoon voor. Dus ik denk dat dat heel diep in de genen zit. En ik denk dat dat uiteindelijk ook wel voor grote verschillen zorgt. Je hebt ook in Silicon Valley dat er natuurlijk heel veel economies of skill zijn. Er zitten heel veel hele slimme mensen bij elkaar. En dat levert natuurlijk ook voordelen op. Dus ik denk dat het lastig is om een soort Silicon Valley hier te beginnen. Maar we moeten het wel proberen, omdat ik denk dat daar wel de toekomst zit van economische groei. Oké, nu hebben we naast een Silicon Valley deskundige ook een Amsterdam deskundige. Kan het in Amsterdam? Daar wordt nu volop volgens mij op ingezet door het Amsterdamse College. Die is heel erg bezig met innovatie en start-ups ondersteunen. Maar een echte Silicon Valley zie ik hier niet zo 1, 2, 3 gebeuren eigenlijk. Nee, daar de hele infrastructuur daar is echt gericht op dat ondernemerschap. En dat zie je in Amsterdam, is het gewoon nog steeds echt een woonstad. Geen just do it. Wij hebben ook een andere mentaliteit, maar ja. Maar je moet niet vergeten, er zijn wel degelijk initiatieven, ook hier aan de universiteit geweest, die kennis hebben ontwikkeld, die ook verkocht zijn aan grote Amerikaanse bedrijven. Ik bedoel, er wordt hier wel degelijk op vrij hoog niveau aan de universiteit werk verricht en ook wel geld mee verdiend. Kijk, het is misschien een beetje moeilijk om als Nederlands bedrijf een Google te worden, maar het is niet zo zwart-wit. Er gebeurt ook wel degelijk hier wat in Nederland. En ik begrijp ook dat op de universiteiten hier het niveau van de wetenschap, ook de neiging om het te gaan toepassen, best hoog is. En een volgende vraag. De motieven van start-ups als Uber en Airbnb is natuurlijk misschien in de eerste plaats om geld te verdienen. Of misschien is er ook wel een bepaalde politiek die zij meenemen naar Amsterdam. Denken jullie dat ook? Of wat voor politiek is dat? Ik denk dat het voor mij vrij duidelijk is. Ik zie geen andere motieven voor hen dan geld verdienen. Dat wordt inderdaad. Airbnb is allemaal heel schattig opgericht. Dat is zeker waar. Er waren twee mannen en die konden niet rondkomen met hun huur. En toen was er een conferentie in San Francisco volgens mij. En toen dachten ze, we gaan wat luchtbedjes gaan we er neerknallen. En dan gaan we wat geld vragen ervoor. Nou, dat werkte helemaal perfect. Die mensen waren hartstikke blij. Maar nu is het uitgegroeid tot een platform waar zij zoveel mogelijk geld aan willen verdienen. Dat is een goed recht, dat snap ik ook wel. Maar als ze dat willen verkopen onder de noemer deeleconomie en iedereen wordt hier vrolijk van, ja, dat is een beetje nep. Want wat bedoelen we dan wel met deeleconomie? Deeleconomie is dat je van elkaars spullen gebruik maakt. Zoals ik vind een heel mooi voorbeeld, vind ik Peerbee. Ik weet niet of jullie dat kennen. Daar kan je je eigen spullen aanbieden en iemand anders haalt het op. En daar wordt een heel kleine vergoeding volgens mij voor betaald. En bij Airbnb is het zoveel mogelijk winst maken. Ja, dat zie ik liever. Is iemand die over wil reageren? Nou ja, ik vind zelf een voorbeeld. Ik vind Uber een goed voorbeeld van het verschil in mentaliteit tussen de VS bijvoorbeeld en hier in Europa. Kijk, Uber, je hebt gezien Uber Pop, hè, waarbij iedereen zichzelf gewoon als chauffeur kon aanmelden, is in feite nu ook gewoon opgehouden te bestaan. Ook in Europa althans en ook in Amsterdam, omdat er te veel bezwaren tegen werden gemaakt. Wij hebben hier in Nederland nu eenmaal een systeem bedacht ooit, en daar kun je van alles van vinden. We zeggen, nou, een taxichauffeur, die moet de straten kennen, die moet een veilige auto hebben, die moet een bepaalde opleiding hebben, die moet bepaalde sociale lasten afdragen, die moet zich aan bepaalde wetgeving houden. En daarom kost een taxirit zoveel geld in Nederland. En dat is omdat wij een soort sociaal systeem hebben waarin we al dat soort dingen hebben afgesproken met elkaar. En waarin we ook zeggen, die chauffeur moet ook belasting betalen. En van die belasting betalen wij weer scholen of bomen planten of dergelijke. En dat is een systeem. En het systeem van Uber is gewoon wat nu voor mij het meest goedkoop of het prettigste is. En waar ik nu het snelste mijn eigen voordeel bij kan halen. En veel minder een sociaal systeem.
En daar waar het in de VS best wel goed gewerkt heeft en ook wel efficiëntie gebracht heeft, zeker in grote gebieden waar slecht openbaar vervoer is, heb je hier gezien, en in Londen en in Berlijn en in Parijs, maar ook in Amsterdam, dat de cultuur zegt, ja maar hoor eens, wij gaan anders met taxichauffeurs om dan in de VS. En je ziet ook dat Uber zijn hele beleid heeft moeten aanpassen, ook veel meer overleg nu pleegt met de overheden en eigenlijk een soort eieren voor zijn geld gekozen heeft en niet zo rücksichtloos meer alleen maar het Amerikaanse model aanhangt als ze eerst deden. Dus er zijn wel degelijk verschillen tussen de mentaliteit in Silicon Valley en die in Europa. Maar wij in Europa hebben ook een iets ander sociaal stelsel. We hebben een wat grotere overheid. We hebben wat meer het idee dat we dingen samen willen delen. Dat we een beetje voor elkaar willen zorgen. Het is een andere mentaliteit. En ik denk dat wij daardoor ook, misschien krijgen we wat mee van die technologische boom in mentaliteit. Maar je hebt hier toch ook een voorbeeld gezien waarin een Europese samenleving zegt, tot hier en niet verder, want dit is zoals wij met elkaar willen omgaan. Okay, reactie van Timothy? Ja, even twee reacties hierop. Ik denk één aan de ene kant, vanuit de wat ik niet helemaal begrijp aan de Nederlandse insteek hierin, om het zo maar te zeggen, is dat als ik, stel je voor je bent een ouder en je hebt een kind van 2, dan is het prima om je eigen kind rond te rijden, maar je mag niet iemand anders rondrijden, want dat is dan niet veilig. Dan denk ik, nou ja, goed, ik bedoel, als je je eigen gezin, familie, vrienden wel mag rondrijden, waarom zou je dan een random stranger niet mogen rondrijden? En ik snap wel dat er nu regels zijn en dat je niet in één keer die regels kan veranderen voor de taxichauffeurs. Maar het klopt, wat mij betreft, filosofisch gezien niet. Nee, maar je mag het wel. Je mag er alleen geen geld voor vragen. Daar gaat het om. Je mag iedereen rondrijden die je wil. Het gaat erom als het een verdienmodel wordt. Right, maar nu hebben we dus een innovatie. We hebben nu een verbetering. Want het probleem is dat ik weet niet wie er zo meteen ook naar Amsterdam Centrum moet. Dus ik kan niemand meenemen. Maar als ik toch die kant op ga en ik zou Uber hebben, dan kan ik toch ook gewoon iemand meenemen en dat je daar een compensatie voor krijgt. Een compensatie. Maar het gaat om het verdienmodel. Dat is het hele idee. We hebben in Nederland een soort systeem met elkaar afgesproken. Taxichauffeurs moeten zoveel afdragen, ze moeten een diploma halen. Er is een heel systeem voor bedacht. En op het moment dat jij zegt, nou, we laten dat systeem los, want ik wil zo graag geld verdienen op mijn eigen manier, dan laat je een heel sociaal systeem los. Dat is de consequentie. Oké. Misschien even een ander ding. Want bij Uber is er dus zo hard ingegrepen in Nederland dat Uberpop zelfs niet mag. Waarom is er eigenlijk bij Airbnb bijvoorbeeld, want er zijn ook voor hotels natuurlijk heel veel regels. Waarom is er bij Airbnb dan niet zo hard ingegrepen? Omdat eigenlijk, zoals je ook bij Uber en Uberpop zag, de overheid loopt altijd achter innovaties aan. Ze weten, ze zien iets ontstaan en dan is het eigenlijk een jaar later, shit, we moeten iets doen. En dan heb je de wetgeving die zo langzaam werkt dat je dat maar stukje bij beetje kan aanpassen. Hier in Amsterdam zijn we heel erg bezig met inderdaad bijvoorbeeld dan Airbnb en het hotelbeleid wat daar oneerlijk mee concurreert. Maar je hebt gewoon regels dat je huis 60 dagen mag verhuren. Om dat aan te passen heb je weer hulp nodig uit Den Haag. Moeten de verordeningen aangepast worden. Daar moet dus het kabinet moet daar weer iets mee doen. Dus die hele malle molen van de wetgeving is hartstikke langzaam. Waardoor de aanpassingen daarvan een jaar, 2 jaar, 3 jaar kan duren. En ja, daarop aanvullend, de overheid ziet gewoon niet wat er op het eerste moment gebeurt. En innovatie lijkt leuk en werkt op het begin mensen ook leuk, omdat niet heel veel mensen gebruik van maken. En dan negatieve effecten er ook niet heel erg duidelijk van zijn. En na een tijdje begint het uit de hand te lopen. En dan moeten ze toch ingrijpen. En dat duurt lang. Hebben we een reactie uit de zaal? Hallo. Je noemde net een voorbeeld dat de overheid eigenlijk altijd achter de feiten aanloopt qua innovatieplannen. Nu hoorde ik een aantal dagen geleden iets dat wordt IBNB genoemd. Niet Airbnb, maar IBNB. Dat is weer een nieuw idee voor mensen die tussen de Airbnb en de mensen staan die het verhuren. Namelijk, deze mensen zorgen ervoor dat alles wordt schoongemaakt, netjes wordt afgeleverd. Hebben jullie hier al van gehoord? Zijn jullie hierop tegen? Voor? Ja, dit zijn sleutelbedrijfjes en die heb je overal in Amsterdam. Er zijn er heel veel van. Je hebt ook IMBNB, volgens mij KeyBNB. Je hebt er talloze van.
Dat is natuurlijk een heel slimme innovatie, want zo kunnen mensen die op vakantie zijn, en die kunnen verschillende verhuurders ontvangen zonder zelf steeds terug te komen. Want zij maken alles schoon, ze zorgen ervoor dat de sleutel gebracht wordt en dat alles weer netjes wordt opgeleverd. Zo krijg je eigenlijk een echt hotel, kan je van je huis maken, terwijl je er zelf niks mee doet. Zij vangen ook een deel ervan. In principe is dat legaal. En het mag ook allemaal, maar het draagt ook weer bij in de waardeopdrijving van de Amsterdamse huizen. Dus of wij een mening daarover hebben, daar hebben we wel een mening over. Maar ik snap heel goed dat die mensen dat doen. En als ik het zelf bedacht zou hebben, zou ik er best trots op zijn. Het is denk ik ook weer een voorbeeld van een systeem waar we afspraken met elkaar hebben gemaakt over iets, waar dan nu ineens een... iets tussenkomt. Wat zijn de gevolgen voor mensen in de buurt als er een Airbnb komt? Wat zijn de gevolgen voor dus bijvoorbeeld ook huizenprijzen? Of? Voor de huizenprijzen, er is een week geleden is er een rapport van ING uitgekomen. Dat is ook een heel conservatieve schatting, maar dat de huizenprijzen in Amsterdam tot een ton, van de gemiddelde huizenprijzen in Amsterdam tot een ton hoger kan worden. Dus dat is vrij heftig, vind ik. Daarnaast voor een buurt, wat je merkt, is als je in een populaire buurt woont, in het centrum, in West of in Zuid, is dat er heel veel toeristen om je heen zitten. Als je in een appartement woont, nou, dan heb je elke dag weer nieuwe toeristen die eigenlijk helemaal geen band hebben met de buurt. Waardoor zij, die gaan blowen, die gaan schreeuwen, die zijn tot laat wakker, die stampen harde muziek aan. En daar krijgen we vrij veel klachten van. Dat is niet heel gewenst. Daarnaast hebben zij niet echt meer een verbondenheid met de buurt. Daarnaast vragen toeristen een heel ander soort winkelaanbod dan bewoners. Dus je ziet dan ook dat er leuke kleine winkeltjes verdwijnen. En in de plaats daarvan de oude kaaswinkels komen, Nutella winkels. Hartstikke lekker allemaal. Maar voor bewoners is het allemaal een redelijk negatief gevolg. Wat ik ook begreep is dat in Berlijn inmiddels Airbnb echt aan hele strenge banden is gelegd. Het zelfs verboden is om je hele appartement uit te verhuren. Zou je voor alleen met een vergunning inderdaad mag je hem verhuren of een deel van je huis mag je verhuren in Berlijn. Ja. Zou voor zo'n maatregel zijn ook in Amsterdam? Of? In Amsterdam moet heel goed onderzocht worden wat er aan de hand is. We hebben nog niet een zicht volledig op wat er gebeurt. Dus de Berlijnse maatregelen die zijn heel radicaal en die klinken wel aantrekkelijk. Maar ik durf niet zo te zeggen of we dat in Amsterdam moeten gaan doen. We moeten misschien kijken naar een meldplicht voor mensen die het willen verhuren, naar het terugdringen van het aantal dagen. Want een maatregel zoals in Berlijn is wel heel radicaal, maar we moeten er wel serieus over nadenken. Okay. Je ziet dus dat de overheid soms best wel een beetje negatief misschien reageert op de apps. Maar wordt door politieke partijen zelf ook steeds meer gebruik gemaakt van data-analyse en applicaties. Hoe belangrijk zijn die in Amerika al geworden voor de verkiezingen, Timothy? Heel belangrijk. Wat je eigenlijk ziet is dat in Amerika heb je sowieso dus data op het individuele niveau. Dus je hebt gewoon publieke data met lijsten van individuele kiezers. En als je dan inschattingen maakt wat de kans is van elke individuele kiezer dat ze een supporter zijn van jouw kandidaat of dat ze gaan stemmen. Dan kan je dus veel effectiever als campagne ook te werk gaan. Want je weet precies met wie je wel en niet wil spreken. En voor de mensen met wie je wel wil spreken, weet je ook waarover je ze wil spreken. Maakt dat uit. Hè? Je kan niet een slechte kandidaat een goede kandidaat maken door data-analyse. Dat niet. Maar Amerikaanse verkiezingen worden vaak toch beslist in de marges. Dus bijvoorbeeld in 2012 wonnen wij 3 staten waar de marge van winst kleiner was dan het aantal mensen die onze campagne had geregistreerd om te stemmen. En een van die staten was bijvoorbeeld Florida. En als we in 2000 Florida hadden gewonnen, dan had de wereld natuurlijk heel anders uitgezien. Dus ik zou zeggen dat de impact groot is. Dan was niet Bush president geworden, maar Al Gore. Ja, dus klopt. Ja, want hoe werkt dat dan? Want je weet van iemand bijvoorbeeld zijn adres en zijn naam. Maar hoe weet je dan vervolgens wat zijn mening is over Obamacare? Of hoe gaat dat in zijn werk? Ja, hoe dat werkt is dat, stel je voor, ik heb een lijst, hè, en ik heb iemands naam en iemands adres. Nou, als ik je adres heb, dan weet ik vanuit het CBS bijvoorbeeld,
heb ik heel veel informatie over hoe jouw buurt eruit ziet. En als ik weet in wat voor soort buurt je woont, dan heb ik ook al een aardige inschatting van wie jij bent als individu. We zijn allemaal echt super uniek, maar we lijken stiekem best wel een beetje op onze buren. Niet op je specifieke buurman natuurlijk, dat niet, maar wel op de mensen in jouw buurt. En op basis daarvan kan je dus inschattingen maken over, zijn het nou Obama-supporters of niet? Zijn het mensen die gaan stemmen of niet? En het positieve daaraan is dat vroeger moest je dus aan mensen vragen, ben je een supporter? Anders had je gewoon geen idee. En nu kan je op basis van algoritmes een voorspelling maken wat de kans is dat ze een Obama-supporter zijn. Op basis van die kansberekening kan je dan zeggen, ja, deze persoon is waarschijnlijk republikein. Daar gaan we geen tijd aan besteden. Deze persoon is waarschijnlijk een democraat. Die willen dus spreken over of ze wel of niet gaan stemmen. Het interessante is natuurlijk dat wat in de politiek gebeurt, gebeurt natuurlijk ook in het bedrijfsleven. Dus ieder zichzelf respecterend bedrijf gebruikt nu ook data-analyse om klanten te benaderen, potentiële klanten. Dus de kennis die bedrijven inmiddels van ons hebben en de manier waarop wij worden benaderd, dat heeft te maken met de enorme hoeveelheid data die over ons bekend zijn, veel meer dan wij zelf vaak doorhebben. Kunnen we ook dus dit soort ontwikkelingen verwachten tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar? En hoe kijk je daar naar uit? Of, Ik zit zelf niet super diep in de campagne, maar ik kan er best, wat over zeggen. Ja. Nou, ik heb net van jou gehoord dat wij wat gingen we doen? Chat iets? Chatbot? Zoiets gaan we doen? Bij de Tweede Kamerverkiezingen, qua technologie, lopen we eigenlijk ook op de grote bedrijven wel achter. Sowieso in Nederland heb je de gegevens over de kiezers niet zo specifiek op individueel niveau. Maar je kan wel op wijkniveau kan je zien wat er gestemd is de afgelopen jaren. Je kan per stembureau kan je dat zien. Je hebt de peilingen, je hebt de focusgroepen, die kan je als politieke partij inzetten. Dat gebeurt ook wel redelijk breed in Nederland. Maar je ziet nog steeds dat de budgetten voor campagnes in Nederland zo erg achterlopen bij de Verenigde Staten bijvoorbeeld, maar ook bij Duitsland, bij Frankrijk. Wij zijn eigenlijk zo amateuristisch in ons campagnevoeren, dat de echte innovaties op het gebied van technologie vrij mager zijn. Wij gaan echt nog langs de deuren, wij gaan op kratjes staan en rozen uitdelen. Dat is hoe de politieke campagne in Nederland eruit ziet. En je ziet wel steeds meer dat er geprobeerd wordt in technologie te investeren, maar dan maken we meer gebruik van de bestaande technologieën. En dat is dan, een politieke partij gaat op Snapchat, superleuk. Of wij gaan heel veel twitteren op een best wel leuke manier. Maar echt de innovatie wat betreft die technologieën kan je niet van de politieke partijen verwachten in de campagne. En je moet niet vergeten dat, kijk, zoals wat jij in de VS hebt, daar heb je natuurlijk in feite twee grote partijen. En dan ben je of Obama supporter of juist niet. In Nederland weten we uit verkiezingsonderzoek dat meer dan de helft van de stemmers is tot 2 weken voor de verkiezingen een zwevende stemmer. Dus mensen veranderen heel erg van opvatting. Er zijn heel veel mensen die iedere keer wat anders stemmen en die ook naar allerlei verschillende partijen gaan. Dus er wordt wel heel veel energie gestoken en belang zit daarbij de mensen bereiken om als partij om ze te bereiken. Maar net dat tipping point, hè, van wat je bij dan de Obama, bij de Republikeinen en Democraten wel hebt, dat heb je hier niet, want je hebt hier veel meer partijen. Oké. Een vraag aan het publiek nog? Ja, ik had wel een vraag, want je gaf aan dat er in Amerika lijsten beschikbaar zijn op individueel niveau van wat mensen met kiezersinformatie. En in Nederland is dat niet zo. Als we dan hebben over het verschil tussen Nederland en Amerika, geven Amerikanen dan minder om hun individuele gegevens? Hier merk je vaak dat mensen heel huiverig zijn om die dingen te delen, wet van bescherming van persoonsgegevens, et cetera. Is dat zo'n politiek verschil? Wat heeft de overheid daar een rol in? Is dat echt de instelling van de mensen die verschilt? Ja, ik denk dat wat ik wel gemerkt heb, is dat in Nederland zijn we wel wat meer bezig met onze privacy. Dan in de Verenigde Staten. Dus bijvoorbeeld hier mag je dus niet een lijst maken, hè, van individuele mensen. Gewoon puur voor het maken van een lijst. En dat mag in Amerika bijvoorbeeld weer wel. Dus ik denk wel dat er grote verschillen zitten in hoe wij vanuit onze cultuur, denk ik, om een stukje naar dit soort vraagstukken kijken. Absoluut, ja. En ook wel vanuit onze geschiedenis, hè? Er is natuurlijk de geschiedenis van
uit de nazi-tijd. Dat we inderdaad dat we precies wisten dat van alle burgers er een heel systeem was. En er is heel lang na de Tweede Wereldoorlog een gevoel geweest van we moeten voorkomen dat al die data worden verzameld door een overheid die het tegen je kan gebruiken. En er zijn nog steeds mensen uit de oude generatie die nog steeds ook deze angst voelen van oh hemel, wat kunnen ze tegen ons gebruiken als overheid. Daar komt het ook voor een deel vandaan. Ik wil nog heel even het onderwerp even een ander onderwerp aansnijden, namelijk dat van de monopolierol van die bedrijven. Timothy, jij bent nadat je klaar was met de Obama-campagne voor Eric Schmidt gaan werken, de CEO van Alphabet, de chairman heet het. Nou, ik ga naar het woord op zoek. Wat is de rol van die durfkapitalisten? Zo iemand die. Wat heb je voor hem gedaan? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, wat er eigenlijk gebeurde was dat. We zaten in een team van 55 analisten bij die Obama-campagne. We waren alles aan het uitrekenen van wie moeten we benaderen, waar moeten we het over hebben. En tijdens de campagne was het werk wat wij deden geheim. En we mochten niet eens met onze eigen collega's bespreken wat we deden. Want ze voelden dat het een strategisch voordeel was wat wij wisten. Versus de Romney-campaign. Maar na de verkiezingen veranderde dat. En is er veel geschreven in de pers over het werk wat wij hebben gedaan. En dat viel ook Eric Schmidt op, de CEO van Google toen de tijd. En die zei toen, hey, dat vind ik een mooi verhaal. Dus die is toen naar mijn baas toe gegaan. En die zei, zoek je beste mensen uit. Start je eigen bedrijf. Zodat je dit ook kon gaan doen voor bedrijven. En I'll pay for the party. En toen dacht ik, A, wat vet, daar wil ik wel bij zijn. En toen dacht ik, B, tjonge, als je dan miljardair bent, dan kun je er echt hele leuke hobby's op nahouden. Want dan kun je dit soort dingen gewoon doen. Ja, want die mensen, zoals hij, hebben nu inmiddels een monopolie. En ze worden daardoor enorm machtig. En hoe zetten ze die macht dan in? Wat kunnen zij bepalen? Ja, ze hebben natuurlijk. Het was ook een investering van hem op persoonlijke titel. Dus het was niet dat hij namens Google investeerde in ons. Hij investeerde namens Eric Schmidt, het individu, de persoon, in ons. Kijk, er zijn natuurlijk twee dingen. Aan de ene kant is het natuurlijk financiering. Dat helpt natuurlijk enorm. Dat je dus ook gelijk verder kan. Maar ook, het is natuurlijk ook iemand die heel goed netwerk heeft en heel veel ervaring heeft over hoe zorg je nou voor dat je als bedrijf groeit. En wat soort mensen moet je dan aannemen. En waar moet je nou op letten in het begin versus waar moet je nou niet op letten. Dus dat heeft ons wel heel erg geholpen om die start succesvol te maken. Ja, wat natuurlijk heel belangrijk is bij die internetmiljardairs is dat ze inmiddels zo rijk zijn, een bedrijf als Google of Alphabet tegenwoordig, zo rijk is, dat ze echt mede kunnen bepalen wat de toekomst van de wereld wordt. En dat zeg ik niet, dat zegt Larry Page zelf in een interview vorig jaar in de Financial Times, waarin hij zei, Larry Page is samen met Sergey Brin, de oprichters van Google, en hij zei in een interview met de Financial Times, Google, nu Alphabet, $62 miljard ter beschikking om te investeren, $62 miljard. Hij zei, er zijn in de wereld misschien ongeveer 75 mensen die samen zoveel geld hebben dat zij bepalen hoeveel we waarin investeren als het bijvoorbeeld gaat om kunstmatige intelligentie, als het gaat om de robotisering, de ontwikkeling, de nieuwe technologische ontwikkelingen. En dat gaat dan zowel natuurlijk om data en om computerkracht, maar het gaat ook bijvoorbeeld om ontwikkelingen in biotechnische oplossingen, in allerlei soorten van wetenschappelijke doorbraken. En dat vind ik zelf wel een punt om bij stil te staan. Dat wij nu in een situatie zijn beland als wereld, waarin 75 mensen, zijn meestal mannen mag je aannemen, 75 voornamelijk mannen, kunnen bepalen wat het lot van de wereld is, los van regeringen, los van Europese Unies, omdat zij de kracht en de macht van het geld hebben. En dat kunnen ze gewoon zelf doen. Het is wel iets waarvan ik me wel eens afvraag of wij ons voldoende realiseren hoe groot de macht van deze mannen is geworden de afgelopen jaren. Je noemt ook al de Europese Unie, ja. Maar zijn er in Nederland of de Europese Unie van dit soort
Angels, noemen ze zichzelf, actief? Of is dat een Amerikaans fenomeen? Die type investeerders. Ja, kijk, er zijn overal mensen die geld willen verdienen. Hè? En in principe is dat altijd het idee. Je hebt een stukje kapitaal en je investeert in een bedrijf waar je in gelooft. Ik denk wel dat er zijn heel veel rijkere mensen in de Verenigde Staten. En dus heb je denk ik wat meer van dat soort angel investors dan hier. Maar in principe, als je hier ook een goed idee hebt, zoals bijvoorbeeld een Blendl of zo, dan kan je natuurlijk ook hier gewoon financiering regelen. Ik heb wel eens de vergelijking tussen zoiets als Google, zoiets als Facebook en het spoorwegnetwerk gehoord. Dat op een gegeven moment in de 19e eeuw zijn er een paar mensen begonnen met het aanleggen van het spoor. Dat was gelijk enorm winstgevend. En zij konden met dat geld weer meer aanleggen totdat daar dus inderdaad ook een aantal mensen ineens de enorme rijkdom en macht bezaten. Inmiddels is het spoor genationaliseerd, althans in Nederland. Gaat het misschien, zouden we die weg op moeten gaan? Is dat nog realistisch? Is het wenselijk? Nou, je zei genationaliseerd, toch? Geprivatiseerd, toch? Volgens mij, het spoor is nu toch nog voor ProRail, volgens mij is dat niet van Nederland. Het is verzelfstandigd. Het is niet geprivatiseerd, het is verzelfstandigd. Het is geen beursgenoteerd bedrijf. Nee, ik bedoelde eigenlijk te vragen, voordat we dit soort definitie, zouden we meer macht over dit soort bedrijven moeten gaan krijgen als overheid? Of laten we hen bepalen? Alsjeblieft niet, jongens. Kijk, we zitten hier met de overheid aan tafel en die zeiden net zelf, hè, van we lopen altijd achter alle innovaties aan. Dus laten we alsjeblieft nou niet van Google, wat zo'n mooi innovatief bedrijf is, die zoveel goeds hebben gebracht naar de wereld. Die bezig zijn met allerlei langetermijnprojecten, zoals Solving Death, hè, wat bij Google X gebeurt. En dan gaan we dat een overheidsinstantie maken, lijkt me een bijzonder slecht idee. Nou, nee, maar daar wil ik even op reageren. Graag. De overheid loopt qua regelgeving erachteraan en met politieke campagnes. Maar de politiek is natuurlijk geen overheid. Maar wat je wel ziet is natuurlijk dat de overheidsinnovaties zoals het internet, daar liep de overheid absurd erg voorop. De Amerikaanse overheid? Ja. Ja, oké, maar wie heeft het internet commercieel gemaakt? Dat was niet de Amerikaanse overheid, nee. Want dat was een innovatie. Nee, wat je ziet, op een gegeven moment zag je in de Verenigde Staten dat niet alleen het spoor, maar ook bijvoorbeeld bij de telefoniebedrijven. Op een gegeven moment waren de telefoniebedrijven ook zo groot en zo machtig dat de Amerikaanse overheid toen heeft besloten om die grote bedrijven zich te dwingen in kleinere bedrijven op te delen. Om te voorkomen dat hun monopolie zo groot werd dat de overheid en de burgers er niks meer aan konden doen. Dus dat is nog maar gebeurd in de vorige eeuw in datzelfde kapitalistische Amerika. Het is dus niet zo dat alleen maar één groot bedrijf het heeft groter laten worden. Dat daarmee de belangen van, ook in de kapitalistische wereld, de belangen het meest zijn gediend. We zien nu een bedrijf als Google dat over zoveel data beschikt. Zo ontzettend, dat daarmee zo machtig wordt, dat de vraag echt gerechtvaardigd is van, moet je al die data bij dat ene bedrijf laten? Niet omdat ze er kwaad mee per se zouden willen, maar wel omdat zij een bepaalde opvatting hebben, omdat zij ook een bepaalde mentaliteit voorstaan, omdat zij zo machtig worden, dat dat gewoon niet goed voelt in een land dat een democratisch land wil zijn. En dus zie je pleidooien, ook in de Financial Times, ook in de Verenigde Staten, ook hoogleraren hier in Nederland die zeggen, laten we misschien ze opdelen in wat kleinere bedrijven om te voorkomen dat ze zo machtig worden dat ze ons totale leven gaan beheersen. Lijkt mij een heel reëel en ook eigenlijk verstandig kapitalistisch gedachte vraag van, is het belang van de burger en van de consument wel het meest gebaat bij één zo'n grote machtspartij of een aantal grote machtspartijen? Want daar heb je natuurlijk in feite over. Je hebt over Google, over Apple, over Facebook, over Amazon. Dat zijn de grote bedrijven die allemaal heel erg machtig zijn. Wil iemand nog hierop reageren of jullie zijn? Ja, fair punt. Ik denk dat de nuance ligt natuurlijk ergens in het midden. Hè, van wanneer draag je bij aan waarde voor de burger? En wat ik interessant vind is dat in Amerika kijken ze wat meer naar dat vraagstuk vanuit
Hier kijken ze meer vanuit, is er nog competitie? Kortom, heb jij een monopolie? In Amerika kijken ze meer vanuit, is het bedrijf nog waarde aan toevoegen aan de burger? Dus bijvoorbeeld een Google, die hebben een ontzettend monopolie. Dat lijkt me heel erg duidelijk. Alleen, ze leveren nog wel heel veel diensten die voor burgers zeer waardevol zijn. Zoals Google Maps en Gmail en dat soort dingen. Die allemaal gratis te gebruiken zijn. Dus dan zeg je als autoriteit, oké, gaan we dat dan ombreken? Ja of nee? Dus dat is denk ik een lastigere vraag. Maar in principe moet je dat natuurlijk altijd blijven bekijken. Helemaal mee eens. Ja. Nu hebben we natuurlijk in Nederland één groot, misschien succesvol internetbedrijf, bol.com ook. Wat eigenlijk op een hele andere manier gefinancierd is dan de Amerikaanse succesvolle internetbedrijven. Hoe komt het dat bol.com nou door Ahold wordt gekocht en niet door iemand uit de quote 500? Nou, ten eerste, je hebt natuurlijk wel degelijk, Michiel Muller is nu Picnic begonnen. Hè? Dus er is een concurrent nu van bol.com. Er zijn nu in Amersfoort bezig en in Utrecht. Dus, en dat is wel degelijk een eigen kleine venture. Die proberen bol.com en met name ook de Albert proberen ze te beconcurreren. Dus dat is wel, vindt wel degelijk plaats. Maar de echte vraag die op ons afkomt is zowel Alibaba als Amazon hebben voor laten weten dat ze van plan zijn naar Nederland te komen. Is er over een jaar nog een bol.com? Dat is de grote vraag. Ja, en dat kan wel, hè, want ik vind altijd een mooi voorbeeld hierin, vind ik Marktplaats. Ja. Marktplaats.nl was eerder dan eBay. Ja. eBay kwam naar de Nederlandse markt met eBay.nl. Eigenlijk is eBay ook wel site-technisch gezien ietsjes beter dan Marktplaats. Maar ze hebben nooit voet aan de grond gekregen en uiteindelijk hebben ze gewoon Marktplaats maar gekocht. Ja. Dus als ik bol.com was, zou ik Marktplaats even bellen om eens te horen hoe ze dat gedaan hebben. Okay. Voordat Amazon komt. Okay. Dus misschien, we gaan het zien, ja. Nog een vraag uit de zaal? Ja, jullie hadden het over opbreken. Maar wie kan Google nog opbreken? Of Alibaba of Amazon? Ja. Is er nog een weg terug? Hebben zij niet de macht al? En die top investeerders? Ja, volgens mij wel. Wat je ook bij Google ziet is dat zij zo groot zijn dat zij ook bij de overheid kunnen aanschuiven om wetgeving te bepalen. Dus wat dat betreft is het heel moeilijk om daar nog in te grijpen. Omdat zij mede de bepalers zijn van wat er met het land gebeurt. Dus ik denk dat dat een heel legitieme vraag is. Ja. En heel moeilijk op te lossen. Toch zie je wel degelijk in de Europese Unie dat hier kritisch wordt gekeken naar de grote bedrijven. Er worden natuurlijk hele grote boetes gegeven, maar er worden ook wel degelijk, inderdaad vanuit het overweging van een gelijk speelveld en een eerlijke competitie, wordt er wel degelijk gekeken of dit soort bedrijven, of ze toch niet nog meer strobrede in de weg kunnen worden gelegd. Dus misschien eens opdelen, je hebt gelijk, is dat misschien wel heel moeilijk, maar je ziet dat er wel degelijk in Europa maatregelen worden ondernomen om de macht van dit soort bedrijven in te perken. Maar wel in de VS, wel in Europa, niet in de VS. Ik ben een optimist hierin. Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar wat de Europese Unie doet. Die hebben dus dat right to be forgotten. Dus als er iets op jou, als er iets over jou op Google staat wat niet klopt, dan mag jij van Google eisen dat ze dat eraf halen. Nou, daar was Google natuurlijk absoluut niet mee eens. Maar het is er nu wel. Ja. Dus ik denk dat de overheid nog wel wat meer macht heeft dan we misschien vrezen. Ja. Oké, nog een vraag uit de zaal. We zien allerlei bedreigingen op ons afkomen, naast de grote zegeningen die het allemaal brengt. Dat komt uit de commercie, dat komt uit mensen met ideeën. De wetenschap die maakt veel dingen mogelijk, maar heeft de wetenschap misschien niet een andere rol, misschien een meer sturende rol? Hoe noemen ze een voorbeeld? Nou, kijk, als wetenschapper werken wij daaraan mee. Of we nou of Bert of Alf zijn of wat dan ook. Ja. Maar wij laten het dus min of meer gebeuren. En nu zitten we ons met elkaar zorgen te maken. Ja. Terwijl wij toch een hele belangrijke rol erin hebben. Zeker. Dus ik zou denken dat wij dat misschien kunnen sturen. Door een bewustwording, door het stimuleren van nieuwe zaken. Ja. Op allerlei manieren misschien. Ja. Een vraag ook om een take-home message dus voor de zaal. Sorry? Een vraag dus ook, wat is de take-home message voor de zaal? Misschien leuk als jullie alle drie een reactie geven hierop. Begin jij? Ja, begin ik terug. Ja. Nou, het feit dat wij hier nu zitten,
is een goed voorbeeld van hoe jullie, de meeste van jullie zijn hier nog aan het studeren, dat je je rekenschap geeft van wat de gevolgen kunnen zijn van wat je aan het studeren bent en wat je dadelijk gaat doen. Het is helemaal waar dat wetenschappers dingen mogelijk maken die zowel positieve als negatieve gevolgen kunnen hebben. En het is heel belangrijk, denk ik, dat wetenschappers ook worden betrokken bij de discussies daarover. Ik geloof zelf niet zo in... regelgeving is heel belangrijk en de overheid heeft een rol om dat te doen. Maar ik geloof zelf ook heel erg in het bewustzijn van wat je met elkaar aan het doen bent en wat mogelijk is. Dus ik zeg, ga ook vooral door met dit soort gesprekken te voeren. Zorg in je opleiding, zorg aan de universiteit dat ook bij jullie uitdaagt om die vragen te blijven stellen en met elkaar te bespreken, zodat je realiseert wat de impact is van waar je eigenlijk aan werkt en waar je aan studeert. Oké, Louis? Dat lijkt me inderdaad een mooie rol voor hen. Maar je ziet ook natuurlijk dat iedereen wil geld verdienen, dus uiteindelijk is het ook moeilijk te sturen. Als je een mooie kans ziet, ja, dan moet je die gewoon grijpen en kijken waar het heen kan gaan. Daar zou ik niemand in willen tegenhouden natuurlijk. Het beseffen waar je mee bezig bent. Ik zou het verder ook niet zo goed weten. Ja, mee eens met de eerste twee. Ik denk ook dat het belangrijk is, bijvoorbeeld, even als praktisch voorbeeld, hè, artificial intelligence. Dat is natuurlijk best wel spannend, hè, want je kan ook dus met alle wetenschap iets creëren wat je niet meer kan stoppen. Dat vind ik wel spannend. Dus ik denk dat hoe meer de wetenschap dichtbij de maatschappij staat in termen van, oké, wat zijn we aan het doen en vinden we dat wel wenselijk en wat zijn daar de consequenties van, hoe beter dat is. Want we komen nu op een punt met die wetenschap dat we zijn zo goed nu, zo erg positief, maar je begint nu ook wel aantekenen tegen dat dingetje dat je zegt van, oké, maar is dat dan nog wel wenselijk? Als we de dood zouden kunnen oplossen, dan moeten we daar misschien eerst even met z'n allen over nadenken of we dat wel willen voordat we die knop aanzetten. Precies. Of artificial intelligence, hè, als we dat nou kunnen doen, dat we iets kunnen creëren van, oké, zodra je de stekker in een stopcontact steekt, dan gaat dit ding zoveel slimmer worden dat wij kunnen het ons niet meer voorstellen hoeveel slimmer dat ding is dan wat wij zijn. Oké, gaan we dan die stekker erin of niet? Laten we daar eerst even over hebben voordat dat ergens in een achterkamertje hier gebeurt. Vanwege de potentiële consequenties. Ja, zeker. Goed. Dan zijn we denk ik aan het einde van het uur gekomen. Heel erg bedankt. Een hartelijk applaus voor onze gasten. Yvonne, Louis en Timothy. Volgende maand gaan we het hebben over het Amazonewoud. En wel voor of na 1492. Of de gevolgen van de Europeanen of het Amazonewoud. Ik hoop dat ik het goed zeg. We zoeken met de Better Break ook nog altijd naar leden, mensen die ons na september komen versterken. Spreek ons even aan of stuur een mailtje naar betterbreak.uva@gmail.com. En we hopen jullie volgende maand weer te zien. Hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid.